Absoluut. En als je ziet hoeveel enthousiaste deelnemers, die al overigens een paar dagen zijn, moet je nagaan dat je helemaal uit Argentinië of Brazilië komt. En dan hier een paar dagen netwerkt om te kijken hoe het gras hier proeft en hoe de honden moeten lopen enzovoorts. Ja, dan zie je zo'n sfeer, je ziet dat hele dorp in beweging komen, vlaggen uit, mensen gaan ineens hun tuin onderhouden. Ja, kortom, het is koningswaardig, dit evenement. Ja. Wij vonden het samen met z'n drieën, want ja, we hebben natuurlijk een zware taak, burgemeester en zijn jeugdburgemeesters, ja, om dit allemaal maar te doen. Ja. Ja, wat vinden jullie ervan als jeugdburgemeester? Nou, ik vind het leuk om te doen. Heb je ook wat iets met schapen? Of? Nou, het zijn niet mijn lievelingsbeesten, dat niet. Ja, schapen zijn een van mijn lievelingsdieren en ik vond het gewoon leuk om hierheen te gaan. Een hoop mensen waren hier om deel te nemen aan het WK schapendrijven qua opening. En gewoon zien dat die honden er ook echt gewoon plezier in hebben. Ja, maar dat zeg ik, daar zijn ze speciaal voor gefokt. En als je een wethond neemt, die wil misschien graag het water in. Een border collie die wil verschrikkelijk graag met schapendrijven. Puur wat er in de hond zelf zit, wat wij uiteindelijk bestuurbaar gaan maken. En daar gaat jaren van training in. Je ziet zo'n hond gaan over 700 meter afstand. En die wordt door een hemper van een kleine post met fluitsignalen begeleid over het veld heen. En ze doen samen de job waarvoor ze komen. Dat is echt indrukwekkend mooi. Ja, echt een samenspel, mens en dier. En die doen onderling. Ja, je kunt eigenlijk een beetje zien, en het klinkt heel gek, maar als je niet van stijldans houdt, als je er niet van houdt, maar je ziet de twee stijldansen waar het echt van klopt, dan denk je, hé, ik vind het toch wel fascinerend. Hé, dat is toch geweldig. Zie je, hou je nog zo van stijldansen, maar je ziet de twee dansen met elkaar waar het niet klopt, zeg je van, nou, daar hoef ik niet zo lang naar te kijken. Ja. En dat is eigenlijk wat hier gebeurt tussen mens en dier. Het is eigenlijk een dans over het veld. Ja.